Ja, dames en heren, de Venrijse ondernemersprijzen die konden door corona begin dit jaar niet doorgaan. Nou, dat gaf de organisatie wel wat extra tijd om na te denken over de formule van dit jaarlijkse event. Dat door het Venrijse ondernemersplatform sinds 2002 wordt georganiseerd. En vandaag bij mij aan tafel om over dat nieuwe concept, die nieuwe formule te vertellen, niemand minder dan Edwin Keizers, dames en heren. Kijk, Edwin, ook voor jou een lekker applaus. Ja, dankjewel. Ja, Edwin, jij bent een van de initiatiefnemers van Ondernemersprijzen 2.0, laten we het zo dan maar noemen. Maar eerst even terug, helemaal naar het begin. 2002 was de allereerste keer dat de Ondernemersprijs werd georganiseerd. Ja. En jouw pap won die eerste editie. Dat klopt, dat had ik goed nagekeken. Ja, ja. Was jij daar als klein manneke bij destijds? Ik was als klein jong manneke was ik aanwezig. Ja, wat kun je je herinneren van die allereerste editie? De allereerste editie was heel anders dan de andere edities. Nu is er veel presentatie, veel show erbij. Toen de tijd waren er enkele bedrijven, volgens mij een stuk of 6 bedrijven, die zich daadwerkelijk puur op papier presenteerden, waaronder ook mijn vader. Ik kan me herinneren dat mijn vader dus heeft gewonnen en vice versa heeft de publieksprijs toen de tijd gewonnen. Het concept was eigenlijk hetzelfde, alleen in al die jaren is het net allemaal wat uitgebreid. Het is wel wat doorontwikkeld en ja. Die show is wat groter geworden en de faciliteiten van de Schouwburg werden steeds meer en beter gebruikt. Ja. Dus dat was in die eerste, die eerste editie was wat karig nog. Ja. Ja, dat is helemaal nieuw. Ons pap heeft nog de prijs persoonlijk gekregen van Loek Nelissen. Dus die beste man is inmiddels gestorven. Ja. Maar die heeft toch de prijs persoonlijk gekregen van Loek Nelissen. Dat was heel erg eervol. Maar goed, Loek Nelissen heeft nog steeds de naam Loek Nelissen nog steeds verbonden aan die prijs. De Venrijse ondernemersprijzen, even voor de mensen die dat misschien niet zo goed weten, worden georganiseerd door het Venrijse ondernemersplatform. Ja. Kun je daar even iets meer over vertellen? Hoe zit dat in elkaar dan? Ik zit nou Pet als voorzitter. Ondernemersplatform zijn 11 verenigingen die gevestigd zitten in Venray of in de kerkdorpen. Ja, dus dat zijn 11 ondernemersverenigingen? Dat kan de VZO zijn, het IJsselstein, Vuilen en de Hei. En dat kan ook de Agri Business Club zijn, agro-gerelateerd of de ondernemersverenigingen in het centrum. En er zijn er allemaal verenigingen bij. Er zijn in totaal 11 zijn dat. Van de 11 verenigingen zijn allemaal voorzitters. Die voorzitters die vormen het Venrayse ondernemersplatform. Ja. En de Venrijse ondernemersplatform, die organiseert ook weer de Venrijse ondernemersprijzen. Precies, dus die geeft de opdracht aan een mooie club mensen die daar vol enthousiasme aan werken. Organiseer een mooie avond voor ons. Tot nu toe is dat altijd gekoppeld geweest aan een thema. En de ondernemersverenigingen konden dan een kandidaat voordragen. Ja, dat klopt. Het thema kwam van het ondernemersplatform af, van de voorzitters. En de ondernemersplatform die draaide de kandidaten aan. Ik moet er wel bij zeggen dat de hele organisatie, de hele show eromheen, er waren allemaal heel veel mensen. Dus daar ben je zelf ook bij betrokken, Rob. Dus er zat heel veel organisatie eraan vast. Maar de ondernemersplatform die reikte dus daadwerkelijk die kandidaten aan en het thema. Ja, en dat thema, nou goed, daar komt ieder jaar een thema. Ja. En dan worden de kandidaten eigenlijk aangedragen, wat ik al zei, door die ondernemersplatformen. Ja. Dan zou je denken, dan zijn er dus ieder jaar 11 kandidaten. Ja, dat klopt. In de loop der jaren waren dat 11 kandidaten. Is het teruggebracht naar 6 kandidaten, soms naar 8 kandidaten. Maar uiteindelijk, als we al 20 jaar verder zijn, zijn er heel veel kandidaten geweest. Dus de vijver die wordt steeds leger. Precies. En Venrijse ondernemersplatform, er zijn allemaal verenigingen of bedrijven bij aangesloten. Dus uit die vijvers, daar visten we eigenlijk uit. Ja. En uiteindelijk willen we ook verder kijken bij bedrijven die bijvoorbeeld niet aangesloten zijn bij ondernemersvereniging. Dus de parels uit de peren, daar zijn we nou op zoek. Precies. En vandaar dat jullie de koppen bij elkaar hebben gestoken en er is een prachtig nieuw concept bedacht. Nou, neem ons mee. Wat wil je daar? Wat kun je erover vertellen, Edwin? Nou, wat zijn de grootste veranderingen? De grootste veranderingen. De presentatie blijft hetzelfde. Dus Rob, jij blijft het presenteren. Nou, dat wist ik al. Maar er zit wel een kleine verandering in. Ja. Want het gaat een duo presentatie worden. Ja. Ja. Frank Klaas doet het samen. Vorig jaar heeft het ook even ingevallen. Heeft het goed gepresenteerd. Maar jullie doen het dan samen.
Maar dat vind ik, dat is mooi, maar dat is niet de belangrijkste verandering. Zeker, zeker is dat niet de belangrijkste verandering. We hebben met z'n allen gekeken voor een nieuwe opzet. En dat hebben we gekeken voor 4 kandidaten te nomineren. In de media, in de Pelemaat is het diverse malen naar voren gekomen dat iedereen een ondernemer kan nomineren. Ja. Het hoeft niet verbonden te zijn aan een bedrijfsvereniging of zo. Nee, maar iedereen kan zijn onderneming nomineren. Oké, dus even, er worden 4 kandidaten dadelijk gepresenteerd begin januari. Ja. Die vier kandidaten, je zegt iedereen kan die kandidaten aandragen. Met iedereen bedoel je iedereen die hier zit, maar iedereen uit Venray. Ja. En dat maakt niet uit of je ondernemer bent of geen ondernemer. Nee. Ja, dat klopt heel goed. Het bedrijf moet daar wel bepaalde eisen voldoen. Ja. Het moet langer dan een jaar bestaan, moet de jaarcijfers kunnen overleggen. En het moet gevestigd zijn in de gemeente Venray natuurlijk. Ja. Wij zijn op zoek naar de paardjes in de peel van Venray. Ja. En natuurlijk mogen dat ook wel bedrijven zijn die wel aangesloten zijn bij een van die 11 verenigingen. Uiteraard, ja. Maar voorheen werd er gewerkt met een thema, want dat gaf dan ook wel richting aan de avond. Is dat wel overeind gebleven? Het thema is overeind gebleven, ja. Dat is creatief ondernemerschap is het dit jaar, het thema. Dus het is heel erg breed. Ja. Dus als je daar naar kijkt, dan kun je toch best wel zoeken om je heen. Of in je eigen dorp waar je woont. Van, hey, dat is een ondernemer, die komt weinig aan de pixel. Maar ik ben wel heel erg trots op dat bedrijf eigenlijk. Nomineer dat bedrijf dan. Ja. Dan kan de jury en dan kan het VELP ook kijken van, hey, zullen we dat een van de 4 kandidaten maken? Ja. Nou ja, goed, en creatief ondernemen, ik denk dat het ook wel heel toepasselijk is, als ik kijk naar de periode die we achter de rug hebben. Ik denk dat heel veel mensen ontzettend creatief hebben moeten zijn. Ja, heel veelzijdig is dat, ja. Ja, goed, dit is al een tijdje geleden gecommuniceerd via social media. Pelemaas heeft gestaan. Ja. Zijn er al aanmeldingen binnen, Edwin? Ja, er zijn diverse aanmeldingen en leuke aanmeldingen. Ook daadwerkelijk de bedrijven die zeggen, dat hebben we niet aan gedacht. Dat zou leuk zijn als ze zich presenteren in de gemeente of in de Schouwburg. Ja. Dus ik heb er dat betreft heel veel goede hoop in. Ja. Okay. Maar er mogen altijd kandidaten bij komen. Precies, want wanneer sluit de aanmeldtermijn? Tot wanneer kunnen mensen een berichtje sturen? Het is tot 30 september en dan gaat het sluiten. En we willen dus toch begin oktober, de eerste week oktober, willen we 4 kandidaten daadwerkelijk gaan benaderen. Ja. Precies. Dus begin oktober, als de kandidaten benaderd zijn, dan wordt dat ook wereldkundig gemaakt. Ja. Maar mensen die nu thuis zitten te kijken en denken, oh, ik heb dat bedrijf nu op mijn netvlies, aanmelden en dat kunnen ze doen, waar? Je kunt het op de media terugvinden, maar je kunt ook in de Pelemaas. Er staat een groot artikel erin waar de website vermeld staat. Dan staat een grote button waar je op drukt. En dan kun je gewoon de gegevens invullen. En dan komt dat netjes bij ons terecht. Nou, dus mensen, jullie hebben het gehoord. Aanmelden maar. Ja. Goed, en nou ja, dan gaan jullie die keus maken. Dan de avond zelf, want nou, het aantal deelnemers wordt teruggebracht naar 4. Ja. Zijn er ook veranderingen in het programma? Ja, veranderingen zijn er ook in het programma. De Rabobank die nomineert ook al elk jaar de starter van het jaar. Hè? Mm-hmm. De starter van het kwartaal. Eigenlijk zijn 4 nominaties waaruit 1 prijswinnaar komt. We willen eigenlijk... dat doet de Rabobank samen met de gemeente Horst en de gemeente Venray. Correct, ja. En we willen eigenlijk de avond laten openen door de starter van het jaar. We willen die ook podium geven. Dat is een beginnende ondernemer. En die willen we meer podium geven om de avond te gaan openen. Om zijn eigen te presenteren. Dus Geert Razing van de Aardbeien, die kan zichzelf al... Die gaat het presenteren. Nou, leuk, dat is en mooi. Als Geert kijkt, hij weet er nog niks van. Maar daar kom ik hem persoonlijk op maar dat, heel fijn, hij weet het al. Geert nu ook. Ja. Dat is 1 verandering. Ja. Dus een podium voor de starter van het jaar. Ja. Hartstikke mooi. En wat we veranderd hebben... In het verleden waren alle bedrijven die genomineerd waren, 6 of 8 bedrijven, die waren eigenlijk vrij wat ze gingen presenteren. Dat was eigenlijk 4 minuten op een podium. Is het met een filmpje of is het met een toneelstuk of is het echt daadwerkelijk van papier of uit het hoofd een presentatie geven? Dat was best wel een veelzijdig iets eigenlijk. Ja. We hebben dit jaar gekozen dat wij bij elk bedrijf wat genomineerd wordt, de 4 bedrijven, om een bedrijfsfilmpje te gaan maken. Een professioneel goed bedrijfsfilmpje en dat is voor iedereen hetzelfde. Het bedrijf is natuurlijk anders, maar het soort filmpje is hetzelfde. Precies. Het blijft heel puur. Het zijn 4 bedrijven die gaan zich presenteren en uiteindelijk worden ze door de presentatoren, waar ze geïnterviewd om daadwerkelijk de ondernemer op het podium te krijgen en zijn stem te laten horen van waarom zou hun de Loek Nielsen prijs... Dus wat dat betreft wordt de competitie dan gevoelsmatig misschien wel iets eerlijker? Iets, goed, het is nog steeds aan het publiek, maar vooral ook aan de kandidaten om zichzelf wel zo goed mogelijk neer te zetten die avond. Ja.
Dat zeker, dus de spanning blijft hetzelfde. De spanning, ik denk voor de kandidaat, is de spanning is heel erg hoog. Ja. Ja, want ze worden daadwerkelijk geïnterviewd en ze moeten daar ook een leuk en goed antwoord geven. En ze krijgen ook in één keer het moment dat ze op de stip mogen gaan staan en dat ze binnen een minuut mogen vertellen waarom hun de winnaar moeten worden van de Venraars ondernemersprijs. Oh, ze mogen een echte pitch met de volle spotlights. Ja. Nou, ja. Lekker spannend. En dat is echt leuk, ja. 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 Zou jij dat zelf ook leuk vinden? Ooit een keer wel weer, maar mijn vader heeft het gewonnen, dus dat vind ik ook prachtig. Ja, die prijs waar jij het nu over hebt, dat is dan de publieksprijs. Of is dat ook de Loek Nelissenprijs waar we het nu over hebben? Uiteindelijk is het al jaren zo dat de Loek Nelissenprijs door de jury van tevoren wordt bekeken. Ja. Dus er wordt op bedrijfsbezoek gedaan. De jury is dan ook op bekend en die gaan dan op bedrijven kijken. En die hebben de winnaar al bekendgemaakt. Dus zit dat in een envelop. Op die avond strijden de deelnemers over de publieksprijs. Dat is de Rabobank's publieksprijs. Nee, precies. Want dat blijft wel hetzelfde. Een vakjury zal de vier kandidaten vooraf professioneel... Ja. Op dezelfde criteria beoordelen. Dus er komt een Loek Nelissenprijs en een Rabobank publieksprijs. Correct, ja. Goed zo. Tenminste, ik neem aan dat hij nog steeds die naam draagt. Die draagt gewoon die naam, ja. Goed zo. Ja. Nog meer veranderingen? Als we een artiest laten komen die avond, dan komt hij zeker uit Venray of van de kerkdoppen van Venray. Ja. We zijn van mening dat wij in Venray heel veel kwaliteiten hebben. Mensen die een mooie presentatie of goed kunnen zingen of muziek kunnen maken. We gaan uiteindelijk het eigen gemeente zoeken. Precies. Wij zijn van mening dat Venray en de gemeente de dorpen eromheen heel veel te bieden hebben. En we willen daadwerkelijk laten zien met de Venraars ondernemersprijzen hoe gaaf het is om hier te werken, te wonen en hier om zijn prijs in ontvangst te nemen. En dat is de doelstelling van de avond, om te laten zien hoe gaaf het hier is. Nou, helemaal goed. Dus iets meer juichen met de handen uit onze broekzakken, zullen we zeggen. Hey, tof. Één vraag. Ja. Wie kan er naar die avond toe? Kunnen mensen daar kijken? Want ik kan me voorstellen, de mensen die nou kijken, die horen jou dat vertellen. Ja. Dan wil ik wel een keer bij zien. Dat snap ik. Er komt de kaartenverkoop, wat elk jaar ook is. En dat wordt ook publiekelijk wat er bekendgemaakt. Dat zal door Pelema's Media, komt dat zeer zeker van naar voren. Ja. Ja, maar dat is wel bedoeld ook weer voor de mensen die lid zijn van een ondernemersvereniging. Of is het echt vrij voor iedereen uit Venray? Het is vrij voor iedereen in Venray. Natuurlijk is het een businessavond, zelfs een big business Venray. Ja. Iedereen die betrokken is bij het bedrijf kan zich daarin aanmelden en een kaartje kopen. Ja. Houd het dus in de gaten, komend jaar gaat dat gebeuren. Hoeveel januari is het in 2022 of stel ik nu een moeilijke vraag? Dat stel je een moeilijke vraag. Daar twijfel ik over, ik durf het zo niet te zeggen. Begin januari, de eerste week van januari. Ja. Meestal de eerste donderdag van het nieuwe jaar, behalve als het 1 of 2 januari is, volgens mij. Zoiets staat er in de reglementen. Goed, Edwin, heel veel plezier dadelijk met het uitkiezen van de vier deelnemers. En ik ben nu al benieuwd. Nou, mag ik een groot applaus voor Edwin Keizers, dames en heren. Dank je wel. Ja, dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken. En ik hoop dat jullie de volgende maand ook weer inschakelen hier bij Venray in Bedrijf. Voor nu zeg ik, blijf gezond en tot ziens. Hoi.